Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Vandaag moeten we het hebben over Bitcoin. Een gigantische sprong is gemaakt terwijl heel veel aandelen juist achterbleven. Maar nu is vooral de vraag welke levels gaan belangrijk zijn en betekent dit dat de bull market nog steeds intact is? Daar ga ik het vandaag over hebben, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Het is je vast niet ontgaan. Bitcoin steeg op 28 februari als een gek, de laatste dag van de maand. Want het steeg in die dag met 14,52%. En dat kwam een beetje vanuit het niets. Want een hele lange tijd stond de maandelijkse candle in het rood voor februari. Dat was anders de vierde rode candle op rij geweest. Want Bitcoin moest boven de 38.500 sluiten en dat gebeurde dus ook. Want februari is uiteindelijk afgesloten op $43.192. Dus de trend van rode maandelijkse candles is dus doorbroken. Maar wat mij vooral verbaast is dat de indexen en de losse aandelen niet zijn gestegen. Tenminste, niet zo hard. Normaal zie je vaak een verband tussen de Nasdaq en Bitcoin bijvoorbeeld. Maar Bitcoin steeg dus met bijna 15%, terwijl de Nasdaq nog geen 0,5% is gestegen op dezelfde dag. En de S&P 500 sloot zelfs af in het rood, min 0,24%. Dus dit is gewoon een hele sterke push van Bitcoin. De vraag naar Bitcoin is dus de laatste tijd gewoon heel hard gestegen. En dat komt natuurlijk omdat heel veel mensen zijn buitengesloten van hun bankrekening in Oekraïne en Rusland. Vaak hoor je ook de vraag van mensen die Bitcoin niet snapten, van wat voor probleem lost Bitcoin nou op? Nou, heel veel mensen zien nu de kracht van Bitcoin en zullen die vraag niet meer stellen. Want Bitcoin laat namelijk op het wereldpodium zien dat Bitcoin een plek heeft in de financiële wereld die niet meer weg te denken is en heel veel mensen in nood kan helpen. Al blijven er natuurlijk altijd mensen die Bitcoin niet willen snappen, daar kan je gewoon echt niet omheen. Maar je hebt niet iedereen nodig natuurlijk om Bitcoin flink te laten stijgen in prijs. Want als we eventjes kijken naar de S&P 500, de market cap op dit moment van de S&P 500 is $40.000 miljard. En de Nasdaq is $28.000 miljard. Dus gecombineerd hebben beide indexen een market cap van $68.000 miljard. Bitcoin heeft op dit moment niet eens een market cap van 1000 miljard. Dus je hebt het nog steeds over een hele kleine speler. Ook als je het vergelijkt met de concurrent als het gaat om store value, goud namelijk. Want naar verwachting zit de market cap van goud tussen de $9700 miljard en $14.600 miljard. Stel we gaan uit van die $9700 miljard aan market cap. En dan Bitcoin die uitgroeit tot een derde van de market cap van goud. Dus dan heb je het over iets meer dan $3200 miljard. Nou, op dit moment is de market cap van Bitcoin $838 miljard. Dus dan heb je het over een keer 3,5 zo'n beetje. Nou, dat zal de prijs van Bitcoin direct boven de $150.000 gaan duwen. Dus Bitcoin lijkt op dit moment misschien wel aan de dure kant. Zeker als je het vergelijkt met 2 jaar geleden toen de prijs van Bitcoin op $5000 staat. Maar als we dan even kijken naar het grote plaatje, ja, dan is Bitcoin pas net begonnen met het opnemen van de market cap in de grote financiële markten. Daarom dat ik ook zo hoopvol ben over de toekomst, want adoptie gaat supersnel en Bitcoin is eigenlijk pas net begonnen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de weg naar hogere prijs voor Bitcoin zal gaan met vallen en opstaan, zoals we natuurlijk wel gewend zijn met Bitcoin. Maar als we eventjes uitzoomen op de chart, is het wel duidelijk, Bitcoin crasht heel vaak, maar crasht wel omhoog. En dat is het dus wel met Bitcoin. Je moet de daling accepteren om uiteindelijk te kunnen profiteren van de stijging. En dat is best wel lastig hoor, want we zitten bijvoorbeeld nu ook in een fase dat we eigenlijk heel lang zijwaarts zijn gegaan. Want als jij halverwege 8 februari van 2021 Bitcoin had gekocht, stond je op dit moment precies op 0% rendement na iets meer dan een jaar. En er zijn natuurlijk ook zat mensen die kijken naar deze video, die juist kijken naar rode cijfers, die in 2021 hebben gekocht op bijvoorbeeld $55.000, $60.000 of misschien nog wel hoger. Dus we zitten nu al ruim een jaar in een fase dat we eigenlijk niet zoveel stijgen. Het is dus niet zo dat we nu sowieso naar beneden moeten gaan, want Bitcoin is al een jaar lang alleen maar omhoog aan het gaan. Het is gewoon een kwestie van tijd dat we weer omlaag gaan. Dat is dus niet het geval. In mijn optiek is het juist andersom. Het is namelijk weer een keertje tijd dat we wat rendement gaan behalen met Bitcoin. Heel eventjes tussendoor, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmerse voor mijn Bitcoin en altcoins. Mocht je Coinmerse ook willen gebruiken, kijk dan zeker even in de beschrijving. Daar heb ik namelijk een linkje achtergelaten.
En als je besluit te reageren via de link, steun je het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking, maar dat kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en die steun zou ik altijd waarderen. Dus ik ben van mening dat de bull market nog intact is, maar dat de bear markets ook minder extreem zullen zijn. Omdat er natuurlijk heel veel grote partijen in zitten, grote bedrijven, miljardairs en zelfs landen op dit moment. Dus een daling van 50% zoals in mei 2021 of de daling van de laatste paar maanden ook zo'n 50%, ja dat is nog steeds mogelijk. Maar een daling van 80 of 90% zoals na de bull market in 2017, ja het zal mij wel verbazen. Kijk, er kan altijd natuurlijk iets extreems gebeuren, dat het Bitcoin netwerk offline gaat bijvoorbeeld. Maar gewoon een bear market van een daling van 90%, ja ik ga er niet vanuit. Maar ja, het is natuurlijk geen financieel advies, puur mijn mening. En op dit moment heeft Bitcoin de range achter zich gelaten van $33.000 tot $39.000. Daar zaten we natuurlijk al in vanaf 19 januari tot 5 februari en onlangs doken we daar dus weer in door de inval van Rusland bij Oekraïne. Maar we hebben dus alweer heel snel deze range verlaten. Maar nu is het dan wel taak dat Bitcoin een keertje door gaat pakken. Want we zijn dus inderdaad gestegen in die nieuwe range, dus dan heb je het over $40.500 tot $46.000, maar daar zaten we dit jaar al 2 keer eerder in. Dus deze range achter ons laten zal gewoon erg bullish zijn. Omdat er dan namelijk sprake kan zijn dat er wat vertrouwen terugkeert in de cryptomarkt. Want het sentiment is nog steeds negatief, laat het gewoon duidelijk zijn. Want als we kijken naar de Fear and Greed Index voor Bitcoin staat het op dit moment op neutraal. Maar aan de rechterkant zie je dat er sprake was van extreme paniek in de laatste paar dagen. Dus dat sentiment omdraaien naar greed in plaats van fear, ja, dat heeft gewoon tijd nodig. En vooral positieve prijsactie. En het is natuurlijk zo als we eventjes uitzoomen en de all-time high erbij pakken van begin november, dat is natuurlijk $69.000, ja dat is nog ver weg. Natuurlijk is een stijging van 55% te doen voor Bitcoin, we hebben het al vaker meegemaakt, maar op dit moment moeten we gewoon heel veel levels doorbreken en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan nog steeds tijden duren en nog verder uit de hand lopen, dat weet je gewoon niet. En er komt ook een FOMC-meeting komt er weer aan. Dat zal dus weer voor extra spanning zorgen, want gaat de rente nou wel omhoog of weer niet? Dus die onzekerheid ga je gewoon weer merken op de cryptomarkt, dat zag je ook goed aan het begin van 2022. En ja, dat kan dus nu weer terugkeren. Dus ook al is het positief dat Bitcoin van $33.000 is hersteld tot op dit moment $44.500, we zijn er nog lang niet. Maar ja, dan kom je dus wel weer terug bij de lange termijn. Onzekerheid over renteverhoging is vooral op de korte termijn bepalend voor de prijs. Maar op de lange termijn, ja, dan zal je er niet heel erg veel van merken. En daar kijk ik dus naar. Kijk, ik heb al een exitplan samengesteld voor Bitcoin en ook voor Ethereum, dat is al een hele lange tijd geleden. Maar dat is natuurlijk niet gebonden aan een datum, dat is gebonden aan een prijs. Dus of Bitcoin eind 2022 op $100.000 staat of begin 2024, voor mijn exitplan maakt dat niks uit. Het is natuurlijk wel zo, hoe langer het duurt voordat mijn exitplan geactiveerd wordt, hoe groter mijn Bitcoin positie zal worden. Want de dollar cost averaging methode blijft natuurlijk gewoon doorgaan in dit soort fases. Maar er komen natuurlijk vanzelf weer tijden aan dat we omhoog gaan, maar probeer dan wel je emotie onder controle te houden. Want fear of missing out, FOMO, is ook gewoon erg gevaarlijk als we omhoog gaan. Net zoals het verkopen op een heel laag punt, omdat je emotie de overhand neemt en denkt ik wil gewoon verkopen, ik wil er vanaf. Want in beide gevallen kan je dus flink onderuit gaan. We zien het elke keer met altcoins die in één keer vanuit het niets keihard gaan stijgen. Mensen willen toch instappen in de hoop dat het nog verder stijgt, of ze proberen een soortgelijke cryptomunt te vinden en die in te slaan en maar hopen dat het goed komt. Nou, we hebben de laatste jaren gezien dat het bijna altijd fout afloopt. En dan als afsluiter de chart van goud. Op dit moment het punt van 2011 weer aangetikt. Dus heel veel goudbeleggers hebben 10 jaar lang moeten wachten en in die periode is er natuurlijk ook heel veel geld verloren gegaan aan kosten en in die jaren is er natuurlijk ook gewoon sprake geweest van inflatie. Dat is nog een reden waarom ik zo bullish ben over Bitcoin. De rol van goud kan je namelijk best wel makkelijk overnemen. Al helemaal als je 10 jaar lang kan wachten om weer op hetzelfde punt te komen en dan nog steeds flink in de min te staan door inflatie en hoge kosten die komen kijken bij het bewaren van goud. Steeds meer beleggers groeien natuurlijk ook nog eens op met Bitcoin en goud lijkt steeds meer verleden tijd. En ik verwacht de komende jaren dat Bitcoin steeds meer market cap overneemt van goud en dus uiteindelijk de rol als store of value overneemt, het digitale goud dus. En daarbovenop verwacht ik dat Bitcoin steeds volwassener zal worden en uiteindelijk ook een gedeelte zal worden van heel veel verschillende portfolio's. Dat na een lange tijd bijna iedereen Bitcoin bezit.
Dat hoeft natuurlijk niet 50% van je totaal vermogen te zijn, maar bijvoorbeeld 2% of 8%. Nou, dan kan je verklappen, als heel veel beleggers dat doen, dat het dan hard kan gaan met de prijs. Maar ja, dan heb je het wel over een meerjarenplan. Dat zal niet gebeuren in 2022. Maar ja, ik heb natuurlijk wel de tijd. Want snel rijk worden zal ook in de cryptomarkt voor 99% niet lukken. Dus ja, daar kan je beter maar niet aan beginnen. Als je besluit te investeren in crypto, moet je altijd goed een risicoprofiel opstellen en net zoals met het beleggen in aandelen, vooral kijken naar de lange termijn. Want gigantische risico's nemen om op korte termijn snel rijk te worden, ja, dat is erg risicovol en loopt ook vaak verkeerd af. Voor nu komen we wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.